Goedemorgen, het is 11 uur. We gaan beginnen met de sessie Haal meer uit je bedrijf met PSD2. Met vandaag extra aandacht voor vermogensbeheer. Mijn naam is Richard Neven en ik moderate dit panel. Consumenten verwachten vandaag de dag dat de financiële dienstverlening steeds individueler wordt. Financiële dienstverlening is erg aan het veranderen. Consumenten verwachten van hun bank, hun financieel adviseur, een steeds individuelere aanpak, ook als het gaat om het opbouwen van vermogen. In hoog tempo schuift het privévermogen van de babyboomer generatie nu naar de huidige groep 45, 50-jarigen. Het gaat om een hele grote overdracht van heel veel vermogen. De aankomende 5 jaar zal dat alleen maar versnellen. Daarnaast nemen jongeren ook steeds meer actief deel aan capital markets. Jongeren beleggen steeds meer, hebben minder vertrouwen dat de overheid voor hun toekomst zal zorgen. Beide groepen verwachten van hun adviseur, hun dienstverlener, volledige digitale ondersteuning en begeleiding op persoonlijke basis. Ze zijn gewend met digitale tooling dat dat ook kan. Om goed advies te geven, om goed te kunnen beheren, is inzicht in de daadwerkelijke bestedingen van de consument essentieel. De Europese regelgeving PSD2, Open Banking, biedt een kader, een platform om dat technisch mogelijk te maken. Vandaag aan het woord een korte inleiding, Bas van Marissing van Jolt Technology Services. Jolt Technology Services is een toonaangevende ontwikkelaar van open banking in Europa. Onderhoudt open banking oplossingen bij banken en bedrijven. Onze tweede spreker is Lars Vonk, founder van Silverline. Een softwareontwikkelaar dat zelf zegt er te zijn voor doeners, denkers en creators. Silverline probeert organisaties een stap verder te brengen om eindgebruikers blij te maken. Silverline is bekend van de online boekhoudoplossing Jort. Na de inleiding is er meer dan voldoende gelegenheid om vragen te stellen. Vragen kunnen gesteld worden via de chat van de Zoom. En dan zullen wij in het moderated gedeelte van dit webinar de vragen die u stelt één voor één beantwoorden. Ik wil graag het woord geven aan Bas van Marissing van YTS. Dank u wel. Ja, dankjewel Richard. Inderdaad, je duidt al heel goed de problematiek en de achtergrond waarom dit een interessant webinar is in mijn beleving. Ik neem aan dat iedereen mijn scherm ook kan zien. Daar word ik bevestigd. Dus ik heb een aantal onderwerpen. Ik wil eerst wat ingaan op wat PSD2 precies is. Het wordt ook open banking genoemd in zijn algemeenheid, maar dat is iets bredere definitie. Daarna eigenlijk toepassingsmogelijkheden bij met name dan in de wealth management hoek. Om nog te eindigen met wat specifieke voorbeelden. En daarmee geef ik eigenlijk ook het stokje over aan Lars om wat meer in te gaan op hoe kan je dat implementeren in je eigen organisatie. Maar dus beginnen met wat is PSD2? Even kijken, heb ik mijn scherm? Ja. PSD2 is eigenlijk het zijn een aantal verschillende regelgevingen die eigenlijk samen onder PSD2 vallen. En de twee belangrijkste die zijn eigenlijk account informatie service, oftewel het ophalen van transactiegegevens en balansen van een bankrekening of meerdere bankrekeningen. En de tweede belangrijke is de payment initiation services. En dat is eigenlijk de makkelijkste vergelijking in mijn beleving is altijd de afstandsbediening van de bankrekening. Dus behalve kijken naar die tv wat we met AIS doen, kan je door middel van PIS ook nog betalingen starten en overboekingen doen. Nou, het is natuurlijk ook interessant op het moment dat je inzicht hebt op die rekening, dat je ook een voorstel zou kunnen doen om bijvoorbeeld als er ruimte is om extra te investeren, om dat te gebruiken, om gebruik te maken van payment initiation. Wat een belangrijk onderdeel is die we ook zien daaromheen, wat niet vanuit de regelgeving zozeer komt, maar wat wel denk ik steeds belangrijke rol gaat spelen, is de services die worden toegevoegd door verschillende partijen. Wij als YTS zijn een aggregator, dus wij combineren de toegang naar de verschillende banken via één API. Daarbovenop doen wij ook nog extra services, zoals het verrijken van die data, het standaardiseren van die data en andere extra functies, bijvoorbeeld kredietscoring.
Nog even een stapje verder terug eigenlijk. Je hebt verschillende partijen die een rol spelen in dat hele systeem van PSD2. Nou, als ik aan de linkerkant begin, dan hebben we te maken met verschillende clients. Dat zijn dan vanuit onze definitie de clients met end-users. Je kan je voorstellen dat is een vermogensbeheerder met klanten. Dus de end-user is dan de klant. Nou, de vermogensbeheerder die krijgt via de YTS API toegang op één manier naar ons. En wij connecten vervolgens weer naar de verschillende banken in Europa. Hier staan een aantal voorbeelden waar wij veel connecties mee maken. Maar om het nog iets tastbaarder te maken, het is een heel abstract plaatje, heb ik ook een kleine video die eigenlijk het conceptueel laat zien hoe het werkt. Die video begint eigenlijk met een pagina in een app, dat zou ook een webpagina kunnen zijn, waar je dus een rekening kan toevoegen om vervolgens de data op te halen. Dus dat is puur fictief dit. U klikt op Connect de account, u kiest dan de rekening, nou, hier wordt of de bank, hier wordt gekozen voor een Halifax. Ik kan het bijna niet bijhouden, zo snel gaat het. Door middel van de fingerprint geef je toestemming op de bank, zoals je dat ook bijvoorbeeld bij Ideal kent. En uiteindelijk leeft dat de data op in de app. Nou, dit is een hele high-level demo-achtige setup, maar het geeft wel goed aan wat er gebeurt. Dus in eerste instantie zagen we dat de gebruiker zijn toestemming geeft. Of hij kiest eerst de bank, hij gaat binnen die bankomgeving gaat hij zijn toestemming geven. En we zijn inmiddels weer aan het einde van de journey terug bij de bijvoorbeeld de vermogensbeheerder. En die heeft daarbij inzicht gekregen in de balans en de onderliggende transacties. En ik zou zelf nog dieper kunnen inzoomen per transactie eigenlijk de gegevens die de bank beschikbaar heeft. Dus dat is ook een transactie, description, dus de beschrijving, de tegenrekening, allerlei dat soort gegevens zijn allemaal beschikbaar als informatie per transactie. Nou, dat levert natuurlijk een aantal use cases op. Hoe kan je dat nou inzetten? Dit is puur de flow van consent geven en de data ophalen, maar dat is natuurlijk bruikbaar in verschillende settings. En ik laat hier overigens ook alleen maar AES zien. We hebben een vergelijkbare flow voor payment initiation die je vooral voor moet stellen zoals ook Ideal werkt. Dus je geeft daarin ook, word je geredirect naar de bank en binnen de bank geef je toestemming voor een betaling die al vooraf is ingesteld op de eigen omgeving. Terug te keren naar de omgeving van bijvoorbeeld de vermogensbeheer. Maar use cases dus. Nou, de belangrijkste use case die we zien is natuurlijk om de mogelijkheid te bieden meerdere bankrekeningen eigenlijk samen in één overzicht te gieten. Dat is waar Richard ook in zijn intro al naar refereerde. Hè. Behalve het feit dat er gebruikers meerdere banken kunnen hebben, kan het ook zo zijn dat je als niet-bank opeens toegang hebt door tot de bankgegevens. Je klant misschien ergens anders zijn belangrijkste bankzaken regelt, maar jij een rol hebt in het vermogensopbouw, kan je die informatie die op de bank via de bank loopt ook binnenhalen. En dat is ook met name interessant omdat je daar bijvoorbeeld behalve het totale plaatje te kunnen krijgen, kan je daar ook mee zorgen dat je misschien wel bepaalde dingen opvalt. Zoals een toename in besteedbaar inkomen of of juist een afname uiteraard. Misschien komt er wel eenmalig een groot bedrag binnen. Nou, hoe mooi is het als je dat eigenlijk al signaleert voordat de klant je dat laat weten. En door middel van AIS kan je dat natuurlijk heel makkelijk signaleren. Een andere use case die we ook zien, en dat is meer voor het klant worden proces, is om eigenlijk door middel van een AIS-connectie, kan de klant aantonen dat hij over die rekening beschikt. En dat kan van belang zijn voor je hele KYC. Maar dat kan ook van belang zijn bijvoorbeeld voor het starten van automatisch incasso. Dat je weet dat het de rekening is waar die klant ook over beschikt. Als derde use case, wat minder relevant voor vandaag misschien, maar die wel ook enorm in opkomst is kredietbeoordeling. Dus door eigenlijk diezelfde transactiegegevens die opgehaald zijn bij de bank, om die te gebruiken in een riskmodel,
ben je in staat om, om op heel accuraat en op heel recent ook vooral data je kredietbeoordeling te bepalen. Dus dit waren eigenlijk drie use cases die gebaseerd zijn op account information. Nou, de use case die we ook zien op payment initiation is dus e-commerce payments of online payments is misschien een beter woord daarin. Waarbij eigenlijk in de app de mogelijkheid bestaat om te betalen zoals we dat in Nederland kennen als Ideal. Het interessante hiervan is dat er een andere kostenstructuur onder zit bij PAS. Dus je hebt een flat fee. Nou, als er grote bedragen betaald worden, dan wordt dat steeds interessanter. Want veel alternatieve betaalmethoden rekenen met een percentage over het bedrag. Maar ook biedt het de mogelijkheid om internationaal andere banken te ontsluiten. Waarmee je eigenlijk een ideal ervaring kan creëren die op dit moment niet mogelijk is. Omdat dat lijstje banken daar natuurlijk maar beperkt is. En als laatste een combinatie, en dat kan een bil zijn of dat kan een andere manier van eigenlijk bijvoorbeeld ook in de vermogensbeheerhoek het vullen van, het aanvullen van het saldo door middel van betalingen. Dat kan natuurlijk wat nu vaak met automatische incasso bijvoorbeeld gedaan wordt, maar als dat bedrag meer vanuit initiatief van de klant gedaan moet worden, dan kan door middel van een payment initiation makkelijk de betaling worden, het bedrag worden overgemaakt naar de vermogensbeheerder. En dat biedt ook de combinaties natuurlijk, want op het moment dat je inzicht hebt in de rekeningen, kan je ook een goed moment kiezen waarop je een klant geld wil laten overmaken naar zijn investeringsrekening of een andere rekening. Dan even de status van waar we nu staan. Hè? Want inmiddels zijn we anderhalf jaar onderweg. Het was september 2019. Pre-COVID ook natuurlijk. Dat we starten met PZ2. En eigenlijk heb ik drie belangrijke krachten die dat hele speelveld en het succes ook van PZ2 eigenlijk bepalen. Om daarmee te beginnen, de technologie. Nou, wat we zien is dat er... PZ2 klinkt altijd als één standaard, dus dat zal ook allemaal wel hetzelfde zijn. Dus je maakt, dat zal het niet zo moeilijk hoeven zijn. Maar het plaatje hier links laat bijvoorbeeld zien dat er binnen diezelfde PZ2-regelgeving, die eigenlijk meer richtlijnen geeft, verschillende standaarden zijn. Maar binnen die standaarden, en de standaarden zie je rechter ook op het plaatje, dus met Berlin als de belangrijkste standaard. Maar rechts op het plaatje, behalve de standaarden, heb je binnen de standaarden ook nog de verschillende banken die dat ook vaak nog op verschillende manieren hebben geïmplementeerd. De achtergrond daarvan is dat banken eigenlijk ook gewoon verschillende systemen hebben en verschillende data in een API te tonen hebben. Nou, de rol die wij daar ook bijvoorbeeld in nemen en andere aggregators is om te zorgen dat allemaal gestandardiseerd wordt. En dat op het moment dat je de data ophaalt, dat het onafhankelijk is van welke bank, dat je hetzelfde informatie binnenkrijgt. Maar verder zien we, mogelijk zijn er ook aanwezig die nu geïnteresseerd zijn in hoe dat dan Europees eruit ziet. Behalve Nederland. Nou, Nederland staat binnen Europa vooral bekend om de erg hoge security standaarden. Dus dat gaat over technologie, maar dat gaat ook over bijvoorbeeld de KYC requirements. Die zijn in Nederland hoger dan in andere landen. Niet helemaal level playing field. Nou, verder zie je dus in Italië als voorbeeld dat daar drie keer consent gegeven moet worden. Waarin mijn voorbeeldje van de demootje net los, zag je dat er één keer bevestigd moet worden. Nou, in Italië moet je dat drie keer doen. Eén keer voor de toegang tot de bank. Eén keer voor het kiezen van de toegang tot de rekening. En dan ook nog een keer voor toegang tot de transacties. Dus het zijn een drietrapsraket, wat natuurlijk de customer experience absoluut niet verbetert. Nou, Frankrijk staat bekend om de moeilijk bereikbare banken. Dus misschien wat een beetje past bij de Fransen. In België moet je voor PAS eerst het IBAN invullen voordat je überhaupt kan starten. Dus waarnaar je wil overmaken, maar ook waarvan je wil overmaken. Nou, dat is ook natuurlijk een user experience die je niet allemaal meehelpt. Zo zie je dat er allerlei verschillende verschillen zitten in die technologie. Gelukkig wordt dat wel steeds meer uniform. Maar eigenlijk is dat ook de belangrijkste reden waarom een partij zoals wij ervoor zorgen dat die verschillende landen met hun verschillende stekkers, zou je kunnen zeggen, eigenlijk via één API beschikbaar zijn. En een soort van reisstekker voor de verschillende toegang tot de verschillende banken.
Nou, verder is een API begin natuurlijk vanuit een is technologie. Dus dat betekent dat we ook zien dat, dat er wel dingen misgaan. Nou, ik heb hieronder of hier wat plaatjes, onder andere hoe het beeld zich liet zien in de UK. Dit is het plaatje van de UK, omdat de UK dit allemaal piekfijn rapporteert. Alle partijen die gebruik maken van Account Information Service of PIS, dus van PSD2, die moeten dit melden aan hun centrale orgaan die dat allemaal organiseert. Andere landen is dat niet zo. Wat we wel weten is onze eigen cijfers van in de verschillende landen. En daar zien we wel dat Nederland het goed doet, bijna net zo goed als Engeland, UK. En Italië is dus inderdaad wat minder positief. En dat komt, ja, goed, dat is misschien te veel detail. Dus dat was eigenlijk technologie. Dus de technologie is enorm aan het verbeteren. En ook je ziet ook dat daar eigenlijk, dat is geen belemmering meer om dit een succes te laten zijn. De techniek werkt. En wij als WTS, maar ook met Silverline, kunnen samen ervoor zorgen dat dat gewoon, op de juiste manier gebruikt te worden in hun organisaties. Dan de volgende kant eigenlijk om naar te kijken is het klantgedrag. Hè? Want ja, het is wel mooi dat die technologie er is, maar gaan klanten hier ook wel gebruik van willen maken? En wat we, nou, ik refereerde al aan de Engelse cijfers, die zijn gewoon openbaar beschikbaar. En je ziet hier hoe dat in de afgelopen maanden, het meest recent is daar januari beschikbaar. Maar in de afgelopen maanden vanaf het begin, in juni 2018 al, toch in eerste instantie een vrij steile curve. We zien wel sinds de corona, maart 2020, dat het weer iets is afgevlakt. Maar nog steeds eigenlijk toch wel een vrij stabiele groei. Dus er is absoluut appetite. En als je ook ziet dat, ik vind zelf 708 miljoen API-calls is wel een serieuze acceptatie inmiddels in de markt daar. Nou, is het wel grappig om te zien dat dus in Europa nog wel heel erg achterblijft. Als we kijken naar de cijfers van Italië, want dat is een andere land die dat wel ook centraal meet. Nederland helaas niet. Maar Italië doet dat ook. En dan zie je dat in Italië, dat is natuurlijk wel een kleiner land dan de UK, maar toch, slechts 4,7 miljoen API-calls deed in december, waar de UK dat op 660 zat. Dat zijn natuurlijk enorme verschillen. Wat we ook zien trouwens, dat heb ik net vergeten te zeggen, is dat payment initiation, er mist daar een kommaatje, onder de nee, er mist daar van alles. Het moet 1,2% zijn van het volume bestaat uit payment initiations versus nou ja, bijna 99% accountinformatie. En als laatste, ik denk dat dat ook een wat interessante is voor deze groep, is de regelgeving. Want open banking en PSD2, het nadeel daarvan is dat het eigenlijk op dit moment alleen toegang geeft tot de betaalrekening. Nou, we hebben gezien in de voorbeelden van hoe kan je het gebruiken dat er nog steeds use cases zijn. Maar er zijn natuurlijk nu al allerlei gesprekken en wensen vanuit verschillende groepen om dat te verbreden naar investment accounts. Dus spaarrekeningen, maar ook beleggingen. Wij hebben als WTS een aantal private API's. Dus wij connecten naar een aantal partijen die dat zelf ook ontsluiten. Dus moderne partijen die kunnen die kunnen bij ons zeg maar geconnect worden, zodat die ook beschikbaar zijn als data. Maar de regelgeving is daar ook mee bezig om dat dus gewoon breder te zetten. Meerdere producten in die API om het inzicht te vergroten. En uiteindelijk is ook nog de verwachting, ik denk dat die jaartallen inmiddels, die kunnen we bijna alweer wat hoger zetten, want het gaat ook iets langzamer dan ik hoopte. Maar om naar open data te gaan en waarbij het behalve de open finance cijfers ook bijvoorbeeld verzekeringsinformatie, pensioeninformatie, misschien zelfs travel info, informatie die allemaal beschikbaar is en eigenlijk om je dat in een groot platform te gebruiken. Nou, dan wat betekenen deze voordelen nou en wat zijn nou drivers voor partijen om dat ook in te zetten in hun organisatie? We hebben een onderzoek gedaan eind vorig jaar onder een groot aantal gebruikers, meer dan 1000 partijen. En we zien dat eigenlijk een aantal
voordelen worden gezien om dit in te zetten? Nou, de eerste is eigenlijk het verbeteren van de customer experience. Daarnaast de efficiëntie, want waar tot op heden om informatie van een bankrekening binnen te halen, dat vaak ging met Excel-bestandjes die je moest downloaden en vervolgens weer uploaden, kan je dat nu geautomatiseerd doen. En dat zorgt er uiteindelijk voor natuurlijk dat inzicht in betere inzichten, dat is een belangrijke reden. Uiteindelijk voor de payment initiation het beperken van transactiekosten. Zoals ik al aangaf, een andere koststructuur en die kan voor veel partijen zorgen voor lagere kosten. Daarnaast zien we dat daarmee ook eigenlijk de opbrengst kan vergroot worden en de security van transacties en datahandeling om dat te verbeteren. Want dat voorbeeld van het uploaden van Excel-bestand is natuurlijk niet geheel veilig. Maar er is nog een white paper die je daarover kan downloaden met nog veel meer detail. Op onze website. We delen deze informatie nog, dus kun je die ook dan nog terugkijken. En ook de andere kant van van het verhaal, van wat zijn nou eigenlijk de challenges die je dan ziet als die je tegenkomt als je dit gaat implementeren. En de belangrijkste zien we, of misschien ook voor hier belangrijk, hoe kunnen we dat nou veilig en secure doen? Het ophalen van die customer data. En hoe kunnen we daarmee een persoonlijke service leveren aan onze gebruikers. Het zijn, ik heb deze uitgepikt omdat ik dacht, het zijn de meest relevante voor deze groep. En als laatste misschien ook nog wel, hoe kan je hiermee head of competition blijven? Dus door dit te doen ben je je concurrenten mogelijk voor. En ik denk ook als we zien in andere markten, bijvoorbeeld de lendingmarkt, is het op dit moment al zo, wordt het veel gebruikt, dat het eigenlijk al bijna een must-have is om dit te hebben in je onboarding bij leningen. Samenvattend, ik heb een aantal dingen genoemd, misschien nog even specifiek toegespitst op wealth management, op vermogensbeheer, waarin kan ik, en dat geldt zowel voor grote vermogensbeheerders die topinkomens misschien helpen, maar ook voor persoonlijke financiële planning. Dus dat geldt eigenlijk voor alle types van vermogensbeheer. Het eerste is eigenlijk, denk ik, dat je altijd een secure en reliable informatie hebt. Hè? Dus betrouwbare informatie. Je mist geen informatie, want je hebt rechtstreeks toegang tot die rekening. Er kunnen ook geen fouten ingeslopen zijn, doordat er misschien door de gebruiker een foutje wordt gemaakt. Daarnaast is de toegang niet alleen instant, dus direct, maar ook nog doorlopend. Omdat je op het moment dat je een AIS-connectie hebt, kan je 4 keer per dag de informatie ophalen. En dat geeft allerlei mogelijkheden om daarop in te spelen, op wijzigingen in de situatie. Maar ook door... Waar was ik? Oh, instant access, ja. Dus instant en... De volgende is eigenlijk het is heel makkelijk voor een eindgebruiker om dit te doen. Dus het beperkt hem enorm in in het aanleveren van dit soort gegevens door eenmalig op een knop te drukken en dat dan wel weer elke 9 dagen. Maar eigenlijk voldoende om hem om die toegang te laten geven en vervolgens gaat alles automatisch. En dat levert uiteindelijk natuurlijk ook een verlaging van kosten op, zowel voor account information, maar ook voor payment initiation, waarbij de betaling per betaling een lage kost zou kunnen gelden. Hoe kunnen wij daar nog een rol? Even een klein stukje, misschien commercieel. We bieden inderdaad, zoals ik al aangaf, accounting aggregation, payment initiation en value-added services. Door middel van van de YTS API is het mogelijk om rechtstreeks toegang te hebben op die rekening. Zoals aangegeven, er zijn meerdere hele interessante voordelen bij. Wat maakt ons dan daarin misschien wat uniek ten opzichte van andere partijen? We zijn onderdeel van ING. Dat betekent dat wij ook, dat is natuurlijk een betrouwbare partij.
Maar ook, er zit ook voldoende geld achter om te zorgen dat dit doorontwikkeld kan worden. Omdat we moesten voldoen aan de regelgeving van interne regelgeving van ING, hebben we ook hele hoge eisen aan IT gehad, omdat het veilig moest zijn, onder andere. Maar uiteindelijk ook zijn daardoor keuzes gemaakt waardoor het echt de laatste technologie is op het hoogste niveau. En we zorgen ervoor dat door middel van onze inrichting dat we gaan voor voor cost leadership. Dus we kunnen daardoor ook een interessante prijs bieden aan onze klanten. Een aantal van onze klanten die live zijn. Nou, ING staat hier als een belangrijke klant. Misschien met de Yacht App heb ik het niet over gehad. Maar de Yacht App is eigenlijk een vermogensbeheer app die we in 3 landen live hebben. En die bedient inmiddels meer dan 1,5 miljoen gebruikers. En daar hebben we meer dan 1 miljard API's voor geconnect. Dus dat gaat heel hard. Daarnaast zijn we bezig op het kredietscoringsmarkt, waarbij we een gezamenlijke propositie in de markt gaan zetten. Nou, daar kan ik nog niet over vertellen. Maar dat komt er binnenkort aan. En als laatste, Yort is een leuke klant van ons, waarbij we dus samen de online accountingmarkt hebben proberen te verbeteren. En daar gaat Lars nu meer over vertellen. Ja, dankjewel Bas. Ik ga even mijn scherm delen. Als het goed is, zit nu iedereen mijn presentatie, klopt dat? Hallo, zijn jullie nog? Ja, ik zie Jolt hier. Oké. Zie je mijn presentatie nu, alleen mijn presentatie? Ik zie een scherm met Jolt erop. Ja, ik denk dat nu zie ik jou. Oké. Ja, mijn naam is Lars Vonk. En we zien nu niet je presentatie hier, Lars. Tja, ik ga nog op een knopje te drukken. Nu wel? Ja. Oké. Vergeet trouwens niet, als je vragen hebt, om die in de Q&A te stellen. Die zullen we aan het einde van de 2 sessies behandelen. Dus als je vragen hebt, typ ze vast in. Welkom dus. Even kort iets over Silverline. Mijn naam is Lars Vonk. Ik ben medeoprichter van Silverline. We zijn in 2009 begonnen. We zijn een full-stack software development bedrijf. We bouwen onze eigen producten en we bouwen software voor klanten. En dat gaat van het implementeren van functionaliteiten tot het volledig uit handen nemen. En ontzorgen van onze klanten met betrekking tot maatwerkapplicaties. We hebben inmiddels een aardig track record opgebouwd in de fintech sector. Met onder andere Yort, maar ook Reisbalans is een financieel budgetteringssysteem. En daarnaast bedienen we meerdere segmenten van IoT tot aan grote retailers. Eigenlijk overal waar je maar software voor nodig hebt. En in dit webinar laten we zien aan de hand van een case study van Yort hoe je de PSD2-koppeling kunt inzetten, maar ook hoe je dat kan aanpakken. Dus hoe start je nou zoiets? Tegelijk met Silverline is eigenlijk ook Yort ontstaan. In 2015 hebben we dat opgericht samen met 2 andere ondernemers onder de naam Yort. Want van ons, vanaf het begin was eigenlijk al de filosofie dat in modern boekhouden je bankrekening centraal moet staan. Iedereen doet tegenwoordig alles via de bank. En je bank is altijd up-to-date en bevat voor een groot gedeelte al je boekhoudkundige informatie die je nodig hebt om boekhouding te kunnen doen. En als je 1 keer iets hebt gedaan natuurlijk, dan kan je daarna makkelijk een programma schrijven die dat de volgende keer voor je doet. In die tijd hadden we eigenlijk 1 groot probleem, is dat er voor startups zoals Yort geen bankenkoppeling beschikbaar waren. Dus wij vroegen onze klanten om het handmatig up- en downloaden van MT49-files. En naast dat het foutgevoelig is, wat Bas ook al aangaf,
is het eigenlijk ook bovendien heel onveilig. Bovendien als je bedenkt dat die bestanden vaak ook nog over e-mail naar boekhouders werd gestuurd, was dat al met al een onveilige situatie. En er was ook helemaal geen controle op, zoals dat nu bijvoorbeeld wel is met de hele PSD2-wetgeving. Doel is dan ook van Jort om een boekhoudprogramma te maken voor ondernemers. En niet een boekhoudprogramma te maken voor boekhouders die daarmee een boekhouding doen. Jort is een programma die de boekhouding voor je doet. En dat is een essentieel verschil. Want ons doel is dan ook om boekhouding volledig te automatiseren. Dit kan natuurlijk met andere processen ook gedaan worden. Als je naar processen kijkt in je eigen organisatie, zijn er ook processen waarin je wellicht nog handmatige stappen hebt die arbeidsintensief of foutgevoelig zijn. En zo hebben wij ook naar Jort gekeken. Echter, om volledig te kunnen automatiseren, hebben we wel een connectie met die banken nodig. Want dat was echt een grote hoorde voor ons. Om ons doel om boekhouden volledig te automatiseren waar te kunnen maken. Nou, toen kwam er gelukkig in 2019 eindelijk de PSD2-wetgeving in werking. Onze klanten vroegen er eigenlijk al om, van waarom hebben jullie geen bankkoppeling, maar het pakket X en Y wel. Want in wezen bestond zo'n bankkoppeling al, maar dan was het een handmatige bankkoppeling. Je kon al lang je data uit de bank halen en op een hele onveilige en foutgevoelige manier met anderen delen. Dus wij waren in ieder geval en onze klanten ook blij met PSD2. Toen die PSD2-wetgeving in werking trad, was het eigenlijk nog onbekend of nou wat bijvoorbeeld een aggregator als YTS biedt, license as a service, of dat echt zou bestaan, of het bestond toen nog niet, we hadden er nog niet van gehoord. Dus wij hebben vanaf het begin meteen, toen het kon, een eigen licentie aangevraagd. En dat is een beetje out of scope van deze presentatie, maar het is een behoorlijk langdurig en intensief traject. Dat correleert ook met wat Bas net aangaf, dat Nederland een vrij hoge security standaard en eisen stelt aan deze licentie. En dat hebben we gemerkt, want dat duurde ruim 1,5 jaar. Voordat we door de molen kwamen. En dat is niet alleen maar op zaken als techniek, maar ook op organisatie, risicomodellen in kaart brengen, et cetera. Uiteindelijk hebben we hem gekregen. En voor Jort is dat ook echt heel erg belangrijk, omdat wij zo erg leunen op deze online bankkoppeling. Dat het voor ons echt onze toekomst veilig stelt. Maar bovendien geeft het ook ons een boost aan onze status. Want eerst waren wij een van de 50 boekhoudpakketten. En nu zijn we maar een van de 4 met een eigen PSD2-licentie. Dus dat geeft ook een goede boost aan ons merk. Nou, hoe hebben we dit dan geïmplementeerd? En hoe pak je nou zoiets aan? En wat ga je dan doen? En als je dan terugkijkt, hebben we eigenlijk drie grote dingen waar je een beetje vooraf over na moet denken en ook waar we van hebben geleerd en wat ik hier graag wil delen. De eerste is, wat gaan we zelf doen en wat gaan we kopen? We zijn meerdere banken om mee te koppelen. We hadden al ervaring met die MT49 of Excel-bestanden die voor elke bank verschillend waren. Willen we dit ook met al die koppelingen gaan doen? De tweede is, en Bas gaf daar net ook al een voorzetje voor, wat zijn nou de voordelen van waarom gaan we eigen koppelen? Dus zorg dat je duidelijk voor ogen hebt wat je wil bereiken. Hoe kan je je propositie versterken? Wat is je business case om dit te gaan doen? Zorg dat je dat van tevoren scherp voor ogen hebt. En 3, hoe voer je dit dan uit? Je hebt tenslotte een bestaand systeem wat ook moet blijven draaien. En je wil ervoor zorgen dat je snel resultaat krijgt. Goed, waarom hebben wij besloten om gebruik te maken van YTS? Zoals Bas ook al aangaf, zijn er verschillende standaarden. En binnen die standaarden zijn er ook nog eens standaarden. Nou, gezien de ervaring die we hadden met de MT49 bestanden, hadden wij geen zin om dat allemaal nog een keer te doen en te beleven. Dus zodra wij wisten dat er API aggregators waren, hebben wij daar gebruik van gemaakt en hebben wij een selectie gemaakt en kwamen uiteindelijk op YTS. Kwamen uiteindelijk op YTS uit. Ten tweede is, omdat wij een eigen PSD2
licentie hebben, moeten wij ook voldoen aan de wet ter voorkoming van witwassen en financiering terrorisme. En waar KYC, wat Bas net ook al aangaf, daar een onderdeel van is. En YTS kan daar ook en neemt ook daar een gedeelte van voor haar rekening, waardoor wij ons weer meer op onze business case kunnen focussen. Want in het algemeen kun je eigenlijk zeggen, als je kijkt wat je nou zelf moet doen en wat je nou moet kopen, en met kopen bedoel ik, het kan iets off the shelf zijn, maar het kan ook bijvoorbeeld door een ander team laten bouwen zijn. Waarbij je kan zeggen, koop wat gemeengoed is en bouw waarmee je kan excelleren en waarmee je kan onderscheiden van je concurrentie. En Jort zal nooit meer klanten aan kunnen trekken omdat wij nou de beste bankkoppeling met de Rabobank hebben gelegd. Dat is voor ons gemeengoed. Dus vandaar dat wij hebben gekozen om dit gedeelte in te kopen. Tweede is, wat ik net al aangaf, zorg ervoor dat je je business case duidelijk hebt. Dat je helder voor ogen hebt wat je wil halen. Of zoals Alice in Wonderland ook al zei, als je niet weet waar je naartoe gaat, dan maakt het ook niet uit welke kant je op gaat. En dat geldt heel erg ook voor softwareontwikkeling. We hebben projecten genoeg in het nieuws die falen. Die hebben vaak een aantal dingen gemeen. En één ding daarvan is dat ze bijvoorbeeld een hele mooie naam hebben, zoals Project Speer van Defensie of Polis van UWV. En een ander ding wat ze vaak gemeen hebben, is dat het niet duidelijk is wat er vooraf nou de doelen zijn. En hoe voorkom je nou dat jouw project dat ook gebeurt? Nou, er zijn verschillende manieren voor en methodes voor die je kunt inzetten. Ik zal daar zo ook een paar voorbeeldjes van laten zien hoe wij dat hebben ingezet. Want het is nogal een hoog over doel, zoals meer omzet, meer klanten. Dat is nogal een grote afstand van, we gaan nu concreet deze knop groen of blauw maken. Hoe zit nou die relatie daartussen? En een hele krachtige manier die wij gebruiken is het Value Requirements model. Dat is bedacht door de Gilps. Daar geven wij ook training in, maar er is genoeg informatie over te vinden ook op internet. En kort gezegd, wat die doet is hoog over doelen, zoals meer marktaandeel, hogere omzet, vertalen naar kleinere meetbare subdoelen en uiteindelijk kleine mini-oplossingen die je in korte iteraties implementeert, zodat het met elkaar correleert. Tweede, hele handige en veel gebruikte methode is de Pirate Matrix, die je inzicht geeft in de verschillende fases van de customer lifetime value van je klant. Dus van geen klant zijn of niemand kent je, tot aan dat je klanten jouw product gaan aanprijzen bij andere klanten. En daar laat ik ook zo'n voorbeeldje van zien. Dan, nadat je deze doelen en subdoelen hebt gedefinieerd, zorg ervoor dat je ze meetbaar maakt. Dus zet er een getal op. Een voorbeeld van zo'n subdoel of een suboplossing kan natuurlijk zijn het aantal klanten dat binnen 14 dagen een connectie maakt met je bankomgeving. Dat kan bijvoorbeeld in Jort is dat een kleine subtool. En tenslotte, begin klein en itereer. Je hebt bestaand te maken met een nieuw gebied waar je je in gaat begeven. Ga dat niet met z'n tienen tegelijk starten. Dan zit je elkaar alleen maar in de weg. Begin met een klein groepje die kennis van zaken heeft. En als die eenmaal de setup en de start zijn gemaakt, dan kan je dat langzaam gaan opschalen. Iets meer inzoomen op doelen. Ga ik een paar voorbeelden van geven, hoe wij dat hebben ingezet om een succesvolle PSD2-implementatie te bereiken. Een van onze doelen is het volledig automatiseren van boekhouding. Om dat concreet te maken, hebben wij het boekhoudproces zoals een kleine ZZP'er of een klein bedrijf dat doet in een jaar. En dat kan je eigenlijk in 6 stappen opdelen. En dit kan je natuurlijk ook doen voor je eigen processen, in dit geval de vermogensbeheer sector. Een typische ZZP'er leest bonnen en facturen in, zie je bij 1. Bij 2 het verwerken van je boekingen en je transacties. Dan wordt er vaak kwartaalijks een btw-aangifte gedaan. Tussentijds krijg je controle en advies over je boekhouding. En op het eind van het jaar hebben we de jaarafsluiting. En moet iedereen zijn IB en VPB-aangifte doen. En dat begint dan elk jaar weer opnieuw.
En wij hebben nu, wij hebben gekeken van oké, waar zijn de klanten nou het meeste tijd in kwijt? En hebben we een onderzoek nagedaan, of een onderzoek van gebruik van een aantal administratiekantoren. En bijvoorbeeld voor stap 1 gebruikt een gemiddelde ZZP'er, kost dat 8% per jaar. Het inlezen en het verwerken van bonnen en facturen. Wij hebben als doel gesteld om dat 100% te automatiseren. En Jort is daar op dit moment, ook mede dankzij die bankkoppeling, op 97% van. Dus dat doel hebben we bijna bereikt. En zo kun je heel meetbaar en expliciet maken in elke stap in je proces. Waar loop je nog achter op je doel? En waar moet je dus wellicht meer aandacht aan geven? En zoals je ziet, stap 6, IB-VPB-aangifte, daar zitten we nog maar op 47%. Dus die is erg achter op de rest. Daar zijn we dus nu ook mee bezig om dat te gaan doen. Voorwaarde daarvoor was natuurlijk wel om die bankkoppeling te hebben. Om dat succesvol te kunnen doen. Dus dit is één manier om goals, om goed gedefinieerde goals te krijgen. Tweede is, ik noemde het net al, Pirate Metrics. Dat heet Pirate Metrics omdat het acroniem RR is. Dat is vaak wat piraten zeggen in films. Het bestaat uit 5 stappen die je kunt waaruit een customer life, waar je customer lifetime value op kan meten. De eerste is acquisition, dus hoe vinden klanten je? En gaan ze een account bij je aanmaken? Het tweede is activation. Wanneer snappen klanten jouw product? In dit geval Jort. Wanneer begrijpen ze nou en gaan ze waarderen wat Jort te bieden heeft? Derde is revenue. Gaan ze dan ook upgraden naar een betere account die je meer voordeel biedt? Daarna heb je retention. Hoe zorgt je nou dat je klanten blijven? En als laatste is, hoe zorg je referral, hoe zorgen dat je klanten jou gaan aanprijzen bij mensen die nog geen klanten zijn. Dit is een voorbeeld van die hoge overdoelen. Activation, dat is nogal groot. Hoe kan je dat nou opsplitsen in kleinere subdoelen? En een manier daarvoor is dat, omdat activation bijvoorbeeld in Jort, dat wij weten pas na 3 maanden of iemand nou Jort snapt of niet. En dat is omdat hij dan weet dat hij die niet heeft geüpgrade. Je krijgt een Jort een maand gratis. Mensen doen vaak maar maandelijk iets in hun boekhouding. Dus dan ben je al gauw 2-3 maanden verder voordat je nou weet of een klant nou daadwerkelijk een klant wordt. Dus je bent eigenlijk op zoek naar je leading indicators. En 1 stap die wij daarin hebben gedefinieerd, door ook te kijken naar data die we hebben, is dat op het moment dat klanten gaan upgraden, dan hebben we gezien dat hoe eerder een klant zijn bankgegevens deelt met ons, hoe eerder sneller ze begrijpen wat Jort hun te bieden heeft en hoe eerder ze zullen upgraden. En dat zie je in dit staartje. Hierin in de eerste kolom, bijvoorbeeld januari 2020, zie je dat 21% van de klanten actief zijn in Jort, van degene die zich aanmelden. En 18%, niet daarvan, maar 18% heeft van die klanten heeft hun bankrekening gekoppeld. In 2020 hebben we die bankkoppeling gemaakt. We zijn nu in januari 2021. En nu zien we dat maar liefst 44% van de klanten hun bankrekening binnen 14 dagen gekoppeld in Jort. Wat heeft er geresulteerd in 34%? Activatierate van onze klanten. Dus dat is een hele mooie stijging voor onze business case die dit tot gevolg heeft gehad. We vergelijken maand per maand, omdat Jort een seizoens, boekhouder is een beetje een seizoensgebaseerde activiteit. En in januari doen mensen andere activiteiten dan in mei bijvoorbeeld. Dus vandaar dat we year over year, maand per maand vergelijken. Dus zorg ervoor dat je je leading indicators, dus de momenten vindt waarop je al een beetje inzicht gaat krijgen en kan voorspellen wat er gaat gebeuren op een wat groter gedefinieerd doel. Dan heb je je plan en je doelen gesteld. Dan wil je natuurlijk dit gaan uitvoeren. Wat wij vaak aanraden, en dat zie je ook met de hele agile en scrum manier van werken, die natuurlijk gemeen goed aan het worden is, zorg ervoor dat je een vertical slice dus gaat bouwen. Ga niet
eerst alle API's die Jolt te bieden heeft implementeren, om vervolgens daar een eigen servicelaag op te bouwen en dan eens gaat kijken, wat gaan we hier nou mee doen? Nee, begin met iets waar je wat aan hebt. En dan is het aan te raden om een zogenaamde walking skeleton, dat is een pattern of een patroon die je kunt toepassen, die dan ook daadwerkelijk naar productie brengt. En een walking skeleton is gewoon een kleine end-to-end implementatie van de functionaliteit die je wilt opleveren, waar je al zoveel mogelijk componenten bij raakt. En waarom is dit belangrijk? Omdat je gedwongen wordt om alle risicovolle zaken meteen naar voren te trekken. Je gaat meteen in gesprek met YTS. Zorg dat je de juiste papieren hebt. Ben je zelf een grote organisatie, dan heb je ook vaak aan dingen te voldoen voordat je naar een productieomgeving gaat. Dus een walking skeleton hoeft niet per se iets functioneels op te leveren voor de eindgebruiker, maar het stelt je wel in staat om dat hierna snel te doen. Vervolgens, en ik gaf het zo net al aan, zorg ervoor dat je dan een vertical slice implementeert. Dus iets vanaf de backend, vanaf de API, tot aan echt daadwerkelijk iets wat waarde toevoegt voor je eindklant. Wij zijn bij Jort begonnen met één bank koppelen via YTS voor een nieuwe gebruiker. Dus we zijn niet begonnen met migreren of meteen met alle banken, maar gewoon één bank, ING-bank, voor een nieuwe gebruiker, die kon de nieuwe gebruiker kiezen. Als je een bestaande gebruiker was, zag je niet het boxje koppel via Jolt, via YTS. En om dit te kunnen doen heb je feature flags nodig. En dat is een manier om bepaalde delen van je applicaties voor bepaalde set gebruikers beschikbaar te maken. En hierdoor kun je gradueel functionaliteiten uitrollen. En op het moment dat er iets mis is, kun je het ook snel weer uitzetten. Dus dit houdt je applicatie stabiel. En op deze manier kun je dus ook stap voor stap je oude systeem uitschakelen. Bas gaf het net al aan. Wij moeten ook nog spaarrekeningen supporten. En die gaan helaas nog steeds met MT49. Dus wij hebben nog steeds het oude systeem samenwerken met het nieuwe systeem. Goed, wat heeft dit Jort dan opgeleverd? Wat zijn onze klanten hier nou mee opgeschoten? Wij bieden meer gebruikersgemak, kunnen we bieden. Niet alleen met het onboarding van onze klanten, maar ook juist door al die automatisering die we hier op basis van die PC2-koppeling hebben kunnen bouwen. Bij Jort zeggen we, boekhouden is geen mensenwerk. Dat kan een machine veel beter. Omdat we nu een online koppeling hebben, is de data die wij krijgen en de klanten zien veel betrouwbaarder en ook veel correcter. We hebben geen missende transactie meer, omdat klanten vergeten een maand op te uploaden bijvoorbeeld. Daarnaast bieden we natuurlijk real-time inzicht. Dat is natuurlijk ook iets wat van belang is voor de vermogensbeheer inzicht. Bas refereerde net ook al aan. Je ziet meteen of iemand wel of niet genoeg middelen beschikbaar heeft om bepaalde beleggingen of dingen te doen. En tot slot zien we dus ook voor onze klanten een kosten en vooral ook tijdbesparing, zodat ze zich kunnen focussen op de zaken die voor hun bedrijf belangrijk zijn. En dat is in de COVID-tijdperk natuurlijk extra van belang. En niet te vergeten, onze klanten zijn nu ook trots dat ze hun eigen boekhouding kunnen doen. Dus dat geeft onze klanten ook een gevoel van trots. Daarnaast zijn er natuurlijk ook voordelen voor de organisatie Jort. Onze support heeft een stuk minder werk. Het handmatig up- en downloaden van bestanden gaf veel extra werk in fouten en gekke bugs die erin zaten. Daarnaast kunnen wij gewoon door de online en programmatische toegang tot deze data, kunnen wij onze business case echt waarmaken. Het 100% automatiseren van boekhouding. En dat zal voor een aardverschuiving leiden in de accountancywereld. Omdat het werk van boekhouders echt gaat veranderen. Het inboeken van bonnetjes handmatig, dat wordt echt verleden tijd. Dus voor ons is het echt een business enabler gebleken. Hiermee zijn we tot het eind gekomen van onze presentatie, van mijn presentatie. En wou ik het woord weer geven aan Richard voor eventuele vragen.
Goedemorgen. Als het goed is, kom ik ook zo in beeld. En dan kan ik dat ook samen met Bas en Lars doen. Lars even de gelegenheid inderdaad om even te stoppen met sharen. Goedemorgen. Ik wou beginnen met een vraag aan Bas. Als het gaat om vermogensadvies en PSD2 is een vraag die vaak wordt gesteld door consumenten. Ja, moet ik dan meteen al mijn bankdata altijd delen met mijn vermogensadviseur? Is dat echt nodig? Kan je daar iets over zeggen? Ja, dus sorry. Het simpele antwoord is nee, natuurlijk. Uiteindelijk is een belangrijk aspect van de hele PSD2 is dat het uiteindelijk altijd onder het de consent in het Engels, maar eigenlijk onder goedkeuring van de gebruiker gebeurt. Dus de rekeninghouder die zijn data deelt. En ik denk dat het in die zin ook de vraag is voor mij meer een indicatie als deze leeft bij gebruikers. Die leeft absoluut. Dat het heel belangrijk is dat de manier waarop je dat brengt, dat er toegevoegde waarde moet zijn om dit te doen. We hebben in het verhaal van Lars net allerlei voorbeelden gezien waarom dat in de situatie bij Jort zo toegevoegde waarde geeft. En dan is dus ook de acceptatie hoog. Ik denk dat dat voor vermogensbeheerde klanten net zo goed geldt. Op het moment dat het toegevoegde waarde levert, zal de klant hier ook toe bereid zijn. En het is denk ik ook in die zin een beetje een voortschrijdend vertrouwen wat moet groeien. Waarbij de markt. Ja. Ja, maar die consument blijft dus in control. Die kan zelfs zeg maar de tijdsduur en de bandbreedte van de data begrenzen. De tijdsduur van met name, ja. Hij kan dus eigenlijk, hij geeft eenmalig toestemming voor welke rekeningen hij wil delen. Dus als hij meerdere rekeningen heeft, dus ook misschien een gezamenlijke rekening met zijn partner, dan kan hij ook bijvoorbeeld alleen zijn eigen rekening delen, of juist net andersom. De tijdsduur is in principe voor 90 dagen, maar gedurende die 90 dagen kan je ook de toestemming weer intrekken. Dus het is ook niet daarmee gelijk oneindig. Het is maximaal 90 dagen en dan weer opnieuw toestemming. Ofwel tussendoor het ook weer stopzetten. Oké. Okay. Nog een vraag voor Lars. Je vertelde al in jouw inleiding, Lars, heel duidelijk dat die bankvergunning in combinatie met de PSD2 dienstverlening een hele goede combinatie is onderling. Nou heeft de wereld van vermogensbeheer natuurlijk ook nog te maken met een behoorlijk regulatory framework vanuit de AFM. In hoeverre, als je open banking technologie implementeert, kan je ook dat framework meenemen in je proces? Ja, dat vind ik ik ben niet heel bekend met dat framework, moet ik zeggen. Nee, ik weet wel dat de PSD2-vergunning is niet verplicht om gebruik te maken die wij hebben om bijvoorbeeld met YTS te kunnen koppelen. Hè. Die biedt ook het licentie as a service model aan. Toen wij begonnen, wisten we dat niet, dat dat überhaupt bestond. En zijn wij dat traject ingegaan. En achteraf zijn we natuurlijk heel blij mee. Vooraf hadden we misschien al, hadden we dus al eerder kunnen beginnen. Als een YTS had ontstaan. Om op de license as a service model mee te liften. Mm-hmm. Is dat een beetje wat je... Waar ik ook vooral naar zoek is de technologie flexibel genoeg om ook... is er een one size fits all? Of valt er dus onder andere voor vermogensbeheerders ook zeg maar, hun type regelgeving ook goed in de techniek en in het proces mee te nemen? Ja, ik zie geen reden waarom dat niet zo is eigenlijk. Omdat... Het zijn gewoon API calls en het hangt heel erg af wat de eisen dan uit dat framework zijn. Mm-hmm. Kijk, je kunt je bijvoorbeeld, net zoals bij PSD2, je verplicht bent om alle data te deleten op het moment dat een klant zijn account opzegt. Yeah. Je moet bepaalde dingen tracken die er gebeuren. Op je systeem als er dingen veranderen. Denk aan twee ogen, vier ogen principe, et cetera.
Dat zal niet anders zijn voor een ander regulatory framework, verwacht ik. Dus de techniek houdt daar niks in tegen. Oké. Okay. Je zult er wel zelf wat voor moeten doen. Dat is altijd zo, ja. Bas, een van de misverstanden die er misschien is in financiële dienstverlening, dat mensen denken, ja, dat is alleen interessant of alleen mogelijk voor de hele grote financiële dienstverleners. Of zeg je, nee, open banking, PSD2, biedt ook allerlei kansen aan kleine en middelgrote financieel adviseurs en vermogensbeheerders. Ja, ik denk absoluut dat laatste het geval is. Wij hebben natuurlijk ook, wij werken ook vanuit een missie, vanuit een doelstelling, visie. En wij geloven heel sterk dat we juist deze technologie of deze regelgeving willen beschikbaar maken voor alle soorten bedrijven en consumenten. De consumenten doen we via onze eigen app, waar je dat persoonlijk financieel management in kan doen. Helaas nog niet in Nederland, maar wel in een aantal andere landen. Voor bedrijven, dus zowel klein als groot, hebben we daar ook rekening houden met de pricing. Is dat beschikbaar eigenlijk voor klein tot groot? Dus ik denk, we worden ook wel eens benaderd door een techneut op zijn zolderkamer van, ik wil ook wel graag een connectie naar mijn bank, want dan kan ik dat makkelijk gebruiken in mijn persoonlijke boekhouden. Nou, dat is misschien, gaat net even wat te ver, maar een onderneming met 1000 klanten, daar is het al zeker, denk ik, gewoon geschikt voor. Okay. Dan nog een vraag voor Lars. In hoeverre is het implementeren van PSD2-technologie goed mogelijk binnen een bestaande omgeving, binnen een bestaand proces? Ja, dat is heel goed mogelijk. Dat hebben we met Jort ook gedaan. Je moet ervoor oppassen. We bestaan 12 jaar en we hebben veel consultancy- en softwareprojecten begeleid en geholpen. Mm-hmm. En waar het altijd misgaat, is op het moment dat je alles opnieuw gaat bouwen. Dus dat je je bestaande applicatie laat draaien en tegelijk ga je een hele nieuwe applicatie ernaast zetten om het na een jaar of 2 jaar in 1 keer live te zetten. Als je dat aan het doen bent, stop meteen wat je doet en zorg voor een iteratieve aanpak, eigenlijk zoals ik die in deze presentatie heb beschreven. Dat lijkt misschien moeilijker omdat je 2 systemen tegelijk live moet halen. Mm-hmm. Maar uiteindelijk is dat de enige manier die werkt, waarop je werkt en die een betere garantie geeft voor een goed eindresultaat. Oké, ja, perfect. Tot slot misschien nog een vraag voor Bas. Die krijgen we ook binnen via de chat. Je hebt natuurlijk als YPS Jol best al veel trajecten achter de rug. Wat is jullie ervaring als het gaat om weerstand met betrekking tot privacy? Je vraagt om toch mensen, consumenten, data te laten delen rond hun financiële positie. Wat is de ervaring en in hoeverre hebben jullie ook oplossingen om die weerstand wat te verlagen? Ja, nou, dat ligt een beetje in het verlengde wat ik eerder heb gezegd. Ik denk dat het vertrouwen op dit vlak eigenlijk, ze zeggen ook wel vertrouwen, komt te voet en gaat te paard. Dus het betekent, gelukkig hebben we nog geen negatieve ervaringen gezien, waarbij dus dat vertrouwen te paard was vertrokken inmiddels. Dat is die kant van het verhaal. Ik denk in zijn algemeenheid dat het uiteindelijk heel erg gaat om toegevoegde waarde leveren en dus de klant ofwel het te makkelijker maken, ofwel een beter inzicht geven. Kijk, op het moment dat het puur is om de data binnen te halen en je er eigenlijk voor de klant weinig mee doet, maar meer dat het in belang is van de onderneming, van de vermogensbeheerder, bijvoorbeeld om te kijken naar cross-sell mogelijkheden, dan denk ik ook dat er terecht weerstand is bij gebruikers. Dus ik denk in zijn algemeenheid moet dit starten bij een toegevoegde waarde voor de eindgebruiker. En dan zien we dat er eigenlijk onafhankelijk van leeftijd, je zou misschien verwachten, de jongeren die zijn meer bereid. Dat zien we eigenlijk niet. Ongeacht leeftijd, ongeacht
achtergrond is er gewoon een groep die hier wat eerder instapt. Maar op het moment dat dat eenmaal geaccepteerd wordt in een omgeving, zie je dat het ook steeds meer navolging geeft. Dat heb ik denk ik een beetje laten zien in de slides met de groei in de UK. En dat zien we met name namelijk in de grote steden is daar is het gebruik erg hoog. Londen en andere steden. Ja. Okay. Het is misschien als ik daar aan toe mag voegen, dat zeker. Bij Jort wij echt die vraag ook kregen. Hè? Van waarom kunnen we niet onze bank met jullie koppelen voordat PSD2 stond, maar wel met een exact. Dus inderdaad, wat Bas aangeeft, zodra je iets te bieden hebt, is de acceptatiegraad heel hoog. Ja. Okay. Nou, volgens mij waren dit de vragen die er leefden. Vragen ook vanuit de groep die aan het kijken is. Ik weet zeker dat er nog informatie volgt en nog wat contact is, ook met volgens mij de opname van het webinar. Ik kan de kijkers aanwezigen alleen maar bedanken voor hun tijd de afgelopen uur. Ik hoop dat het geïnspireerd was door Las en Bas. Las en Bas, jullie bedankt voor jullie input en toelichting. En hopelijk tot ziens bij een volgende sessie. Wat betekent PSD2 voor mijn bedrijf? Voor nu tot ziens en tot een andere keer.